haard draait. Maar ik ben even naar binnen gekomen. Want het is koud buiten. En dan kan ik het ook niet uitleggen, maar dat maakt dat ding natuurlijk veel te veel lawaai. Maar, Geer had voor mij brood gemaakt. Voor in de droogoven, dat doen ze altijd met wortel. En dit keer met zoete aardappel, hè? De oranje zoete aardappel. Dat is ook een beetje wortelsmaak namelijk. Dus ja, vind ik wel lekker. Dus dit is een probeerseltje. Maar het is een beetje triest weer hier in Grauw. Je ziet het wel. Het regent op het moment ook nog. Dus we hadden geen stroom genoeg daarvoor. Wel voor de normale, de koelkast en de vriezer en zo. Hij bleef mooi op peil. Maar niet zeg maar dat hij dit aan kan, hè? Die droge oven. Het is volgens mij 500 watt of zo. Ja, zo is het een hele zware. Nee, het is niet een hele zware. Nee. Dat is ja, volgens mij 500 watt, maar ik weet het niet precies hoor. Dus ik dacht, gaat staan. En wat gebeurde? Dat hebben we ons vaker gehad trouwens, van de week. Als ik hem daar even startte, om de accu's op te laden, hè, van de vaaraccu's, dat hij dan haperde af en toe. Alleen dit keer ging hij uit en toen bleef hij uit. Ik kreeg niet meer aan de praat. Dus ik de gebruiksaanwijzing erbij, alles gelezen, niks. Oliepeil controleren. Ja, hè, te weinig olie, dat doet hij toch niet. Dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment we moesten we weer, oh ja, de resetknop. Ik denk, die druk je gewoon even kort in en dat doet hij het weer. Maar dat deed hij dus niet. Toen stond erin, resetknop langer vasthouden. En ik denk, oh kijk, nou daar heb ik hem. Dus ik de resetknop, langer vasthouden, niks. Ja, dan begin ik maar met de boel los te draaien. Dus aan alle kanten van de aggregaat losgedraaid. Zonder de camera aan te zetten natuurlijk. Dat heb ik weer. Wat dat betreft ben ik nog lang geen YouTuber. En ik voel heel gewoon toevallig. Ik weet niet eens waarom. Voel ik aan de bougiedop. En wat dacht je? Die zat niet eens op de bougie, die zat los. Dus ik druk hem erop. En dat doet het weer. Ik zeg tegen je, oh man, oh man, oh man. Vorige video, alles ging mis, wat mis kon gaan. Slecht weer, motor deed niet, de accu's deed niet, de accu's hield niet lang genoeg vol, de bediening deed niet. De laatste keer, hè, de laatste dag dat we hierheen voerden naar Gro, toen deed het weer niet. Heb ik gebeld met de importeur, dat is de stille motor, iedereen is daar zo groots op. Nou, een waardeloos bedrijf, werkelijk waar. Ik bel en toen zei hij, heb jij, hè, maar ik denk, als ik Marine zie, ik heb wel gebeld van heb ik Marine, hè, maar die levert zo'n goede service, echt joh. Maar ik kan misschien zelf ook eventjes wat uitzoeken, hè. Dus ik bel. Eerst wat hij vroeg was, heb je een Torquedo accu? Ik zei nee. Oh, dan is dat het probleem, zei hij. Ik zei, hoezo dat dan? Ja, die accu zijn vol, we hebben er meer gevaar, alleen nou, geeft hij in één keer een probleem aan met de magneetsleutel. Dus de magneetsleutel, die zou op een of andere manier er niet goed op zitten. Of dat ik hem af had gehaald, zeg maar. En dan geeft hij dat probleem. Dus, zorg dat de magneetsleutel er even weer goed op zit. Hè. De, zeg maar een soort van noodknop. Is dat ook, hè? Dus, en dan kan het toch niet aan de accu liggen. Nou, ze kon mij niet verder helpen. Ik denk, nou, dan moet ik toch maar een keer met Marinus bellen. En Marinus zegt erbij, even gewoon boerenverstand gebruiken, zei hij. Heb je alle verbindingen nagekeken? Dus alle draadjes en zo. En ik had net op dat moment, dus nadat ik de stille motor aan de telefoon had gehad. Ik had al van alles geprobeerd, de boel weer opnieuw aangesloten en alles. Maar toen had ik de afstandsbediening ook naar binnen gehaald, dat het even goed kon drogen. Maar die zat er vast voorop. En dan gaat het nog niet zozeer om de afstandsbediening, maar die verbinding. Hè, dat die goed droog was. Dus de rest van de verbinding ook even goed nagekeken. En Marine zei, nou, en dan kijken of die doet weer. Dus nou, de boel weer opgezet. En ja hoor, toen kwam we varen, hè. Toen zijn we deze kant op gekomen. Maar dat was echt, ja. En dan, nou, dat het dan gaat niet meer even. Hè. Ik zei tegen, ja, ik zei nou. Gelukkig hebben we geluk in de liefde. Ja. Allebei, hè? Allebei. Ik wel tenminste. Jij ook? Ik ook. Maar we hebben pech met... Dit soort dingen hebben we altijd pech. Dat weet ik echt wel. Vooral nieuwe dingen. Hè? Zoals zo'n motor ook weer. Heel veel mensen hebben nog geen verstand van de
of niet zo heel veel verteld van die elektromotor. En dan, dan kun je ook niet zo snel verder geholpen worden. Hè. Die moet daar ook dingen uitzoeken. Is ook begrijpelijk natuurlijk. Maar, oh man, als dat zo'n vlog als dit ook weer, hè, zo'n weekvlog weer, met ellende begint. Ik hoop niet dat we nog meer ellende krijgen. Maar ik moet de motor nog in het midden zetten, maar dat gaan we niet hier doen. Sowieso haventje. En dat doen we van de week. Als het een beetje rustig weer is, even op het eiland, hè, op een margriete plaatsje. Motor in het midden zetten, even wat dingetjes, kerstverlichting ophangen en zo, dat soort dingetjes. Hè. Aan de buitenkant komt ook kerstverlichting namelijk. En dan hoop ik dat het allemaal voorspoedig gaat en dat het varen ook een stuk beter gaat. Ja. Want, daar lig je in het ijs en of het waait te hard. Er is altijd wel wat. Maar goed, dat wisten we, hè? Dat als het harder zou waaien, dat we dan niet zo gaan varen. Ik had alleen verwacht dat windkracht 3 wel zou kunnen. En ja, ik ga het wel proberen. Zo gauw we windkracht 3 hebben, dan ga ik tegen de wind in wegvaren vanaf het plekje, vanaf het Margriete plaatsje. En dan kijken of we verzoenlijk kunnen sturen en zo. Voor de rest moeten we dan maar even kijken hoe het gaat. En anders dan moeten we een beetje kleinere stukjes varen per dag. Het is niet anders. Ken ik bewegen ook nog maar een klein beetje. Gisteren, het is nu zondag en gisteren, zaterdag dus. Toen ging die behoorlijk tekeer, want er was windkracht 7 op een gegeven moment hier. Hè? Ja, vanochtend ook nog. Vanochtend was windkracht 7, gisteren iets minder. Maar toen gingen we echt we gingen behoorlijk in de weer. Dan kon je de ketting mooi zien. Maar we hebben net even weer diesel gehaald hier bij het tankstation. Dat moet ik eigenlijk nog even laten zien, maar er waait nog een beetje bij. Moet je kijken, de kinderen. Onze zoon en schoondochter die werken bij een zeilmakerij en die hebben een heel mooi hoesje gemaakt voor over het aggregaat. Zie je dat? Dat is mooi, hè? Echt top. En vanochtend ben ik even bezig geweest hier met de accu's hieronder, de Roypo accu's. Heb ik namelijk de midpool op de midpool. Van de midpool van de middenkabel moet ik zeggen, van de motor. Ja, die zit er nou niet achter hoor, die heb ik hier binnen. Maar die heb ik daarop en dan verbonden met een stuk kabel nog weer naar de midpool van die andere accu. Dus dan hoef ik de midpool niet meer te wisselen. Hè, dus het enige wat ik hoef te doen, misschien kan ik het wel even laten zien. Ik moet het allemaal nog even netjes ordenen, die kabels even mooi geleiden en zo. Maar het enige wat ik dus hoef te doen, als we wisselen van accu, dan is deze eraf en daar opmaken. Kijk, er zaten normaal boutjes in, maar we hebben gisteren langere bouten gekocht. Die heb ik de kop afgezaagd en die heb ik hier ingedraaid. En dan haal ik die hier af, de plus, en die zet ik daarop en dan is het klaar. En laden, eventjes die stekker omwisselen, ja, want dit is namelijk de stekker van de andere accu. En voor de rest blijft alles zo aangesloten. Dus dat was een leuk zondagochtend klusje. We gaan hier niet buiten naar het werk. Ik moet buiten nog van alles doen. Maar we liggen hier in de haven. En ik weet niet zeker of deze haven geopend is 's winters. Het is volgens mij is die gesloten. Maar volgens mij is het niet verboden om hier te liggen. We liggen er nu voor de derde dag. En er is nog niemand bij ons geweest. Dus. Het is maandagochtend. En ik ben even weer met mijn groententuintje bezig. Even een beetje water op het zand en dan kan het tarwegras erin. Dit is de tweede bak. De eerste is een mooi eentje, zie je dat? En het mooiste, ik kan het hier gewoon in het licht zetten. Als we deze ruimte nodig hebben, zetten we het hier even neer. Hier zit broccoli. Hier hebben we nog weer zaadjes broccoli. Dus die kunnen vanmiddag weer in de bak. Dus het tuintje is weer een beetje aan het, ben ik weer een beetje aan het opbouwen, laten we zo zeggen. Maar dat is toen we naar Limburg waren, toen hebben we eigenlijk alles, was alles op. En dan ben je er 3 dagen niet. En in die 3 dagen, ja, als je dan de boel laat staan, zeg maar, dan verdroogt het allemaal, hè. En kwam ook niet meer op. Dus, tijd voor een nieuw tuintje aanleggen. Mooi muziekje, hè?
Oeh, dat was een valse. We gaan even de stad in. Het centrum. En zo lopen we in Leeuwarden bij het busstation. Even een rondje bij de bus, bij de OV-kaart. Hartstikke leuk. En dan lopen we weer in Grouw. Even heen en weer met de bus. Oh nee, met de bus heen en met de trein terug. Dat hebben we gedaan. Hè? Ja. En hier schijnt het zonnetje. Dus ja. We krijgen weer stroom binnen. Hè? Ja. We hebben weer alle accu's vol. Mooi is dat. En dat in de winter, hè? In december. Dat is het voordeel van de openbaar vervoerkaart. Ja, die OV-kaart. Maar dat, ik bedoel, als je met de auto gaat, ja, dan moet je een parkeerplek zoeken en zo. Ja, dus, dat is ook nogal een heel gedoe. En nou, ja, je rijdt als, of loopt als ware zo de stad in. Ideaal, echt. En we zijn bij de trein teruggegaan. Gewoon even om te kijken. Wat is nou voordeliger? Trein of bus? En de trein is echt voordeliger. Het scheelt bijna de helft. Dus weer wat geleerd vandaag. Die herkenners zijn weer vol met water. Ja, ze zeggen wel eens, een brutaal mens hoort de halve wereld. We gingen namelijk even naar de Pooi. Even kijken of we daar water kunnen krijgen. En ja hoor, een van de medewerkers die zei, je bent wel een waterslang achter, kom maar mee. Dus even een beetje water. Dat is niet gebruikelijk, en dat snap ik ook. Maar we hebben het toch gekregen. Gelijk een paar boodschappen gedaan, dus kunnen we straks die kant op. Dan varen we. Richting een eilandje. Zoeken we weer een mooi margrietplekje op. Nou, we zijn nu onderweg naar een eiland bij Grouw. Ik hoop dat we de weg kunnen vinden. Een beetje mistig, hè? Een beetje wel. Wij zien een boei, maar ik weet niet of dat op de camera te zien is. Dat is volgens mij de boei van het Prinses Margrietkanaal, of niet? Deze hoorde jij aankomen, zei je? Ja. Oost van Volman. Ik zag hem niet, maar ik hoorde hem wel, dus ik denk ja, even de gas eraf. Ja, maar die heeft de gang de beste in. Ja. Ik heb trouwens in de reacties, dus ik hoorde of ik niet beter een motor voorop kon zetten. Ja, dat hebben we nu dus. En die hebben we nou. En deze, dus ik kan ze allebei zoeken in standje 4. En dan zou je zeggen, je ziet er wat niks, maar daar heb ik de app voor. Hè? Dus ik kan op de app kan ik zien waar we varen. Wat ik. Nou, ik zie niks aankomen, van links, van rechts. Nee, ik zie ook niks. Ik hoor verder ook geen ander geluid. Ja, het is een hele, hele, hele kleine wereld hier. Ja. Ah, we kunnen nog redelijk wat zien, hè? Ja. Eilandje links, eilandje rechts. Dan gaan we tussendoor. Ja, de wereld is minder klein, zoals jullie zien. We kunnen weer wat zien. Ja, wat Herman zei is dat het eilandje is waar we gaan afmeren. Ja. Daar aan de achterkant gaan we afmeren. De mist is helemaal weggetrokken. Ja, de mist is helemaal weg, ja. Ja, helemaal geen mist meer. Mensen, wees ook eerlijk. Dit is nog een veel mooier leven dan met de camper, met de vrachtauto. Prachtig zo, hè. Mooi stukje natuur. Het is gewoon hartstikke koud, dus de mensen die zijn allemaal thuis, die gaan niet met de boot weg. Behalve wij. Ja, en dan heb je dit, hè, alles leeg. Al die huisjes zijn leeg. Hè? Dat zijn allemaal vakantiehuisjes. Prachtig. En als
goed is, gooi ik hem dan zo, huppakee, achterwaarts erin. Ja, dat was van de week echt ook goed gegaan, achterwaarts de box in. Nou, dan gaan we dat even filmen, hè, dat ik dat doe. Hij legt ook zomaar stil, want nu leg je alweer stil. Ja. Doe de rest zo. En dan vooruit. Ja, zo draaien we zo daarheen. Zo. Dan gaan we hier voor liggen of verder achter? Maakt niet uit toch? Vooraan hoef je maar een klein stukje over te gaan naar de vuilnisbak. Ja, doe dat. En er ligt. Ga even een klein stukje lopen. Daar ligt de boot aan de steiger. En in dit eilandje kun je gewoon helemaal rondlopen. En hier aan de overkant heb je ook nog een soort barbecue plekje, zie je dat? Of in ieder geval houtstook plekje. Dat ging zo mooi als wat, die tocht. He, ten eerste plaats had ik al het gewicht uit de bijboot en de zeilboot, zeg maar, die kleine, die oranje, had ik allemaal naar achteren gedaan. Ik had het eerder naar voren gedaan, zodat de punten, zeg maar, de boeg van beide bootjes, zo diep mogelijk lagen, zodat ik zeg maar een soort van kiel had daarvoor. Wel. Maar dan werkt dus averechts, hè, want dat is te ver van de motor af. Dus nu heb ik het andersom gedaan. Heb ik het gewicht naar achter gebracht. Dus dan heb je de kiel niet meer daar. Dus je brengt als het ware je kiel of zwaard gedeelte, hè, dus stuurpunt, draaipunt, weet ik hoe ik het wil noemen, breng je naar achteren. Dus in dit geval recht onder de boot. Want daar zitten die drijvers, hè? Daar zit ook zo'n vorm in, zo'n soort kielvorm, zeg maar. Of een bootvorm, moet ik zeggen. Hè? En daardoor krijg je dus dat de achterkant van de boot lager ligt, hè? Van de bijbootjes, zeg maar. Dus drukt het water niet zo tegen de drijvers aan, omdat die bootjes al een beetje ervoor liggen. Dus dat scheelde enorm gisteren. En de... Ja, ik zeg gisteren, maar het is vandaag alweer woensdag. Hè? Ja. En het is nog donker buiten. Zie je dat? Hè, dus dat scheelde enorm. Plus dat ik een extra motor voorop heb gezet. Achter op de bijboot. En misschien dat die nog in het midden moet. Dus dat die bijboot, zeg maar, wat verder naar rechts moet. Dat kan ik ook nog proberen. Maar in principe ging het hartstikke goed zo. En we waren volgens mij voor deze tocht... waar we nog maar een derde van de Roypooi accu spanning kwijt. He, dus het was maar voor een derde leeg. Dus dat scheelt enorm. Plus, de beide, de boostschroef en het andere kleine motortje wat achter de bijboost zat. Die was volgens mij maar 20% of zo bij. En dan hebben we een goed uur gevaren. Dat is gewoon een heel stuk over die meren bij Grauw hier naar dit eiland. Dus, dat is al een hele verbetering. Nou nog even de... Torquido motor aan de achterkant eventjes in het midden. En dan moet ik nog even zo'n, hoe heet dat ook alweer? Cavitatie plaat. Ik moet nog even maken, hè, om dat luchthaven tegen te gaan. En ik heb een idee hoe ik dat ga doen. Ik moet alleen even kijken of ik het materiaal ervoor heb. Ik wil het eerst even zo proberen, voordat ik iets ga kopen. Want dat ding waar je kunt kopen, dat kost €200. En dat is maar een heel smal ding. Dus ik denk dat die te smal is. Maar goed, eerst eens even kijken. Maar, toen we gisteren onderweg waren hierheen, vanuit Grauw, heeft Gea sokken verkocht. 4 paar in totaal geloof ik, hè? Ja. Ik denk, als ze dat nou een dag eerder hadden gedaan, dan hadden we het gelijk daar op de post kunnen doen. Dus dan moeten we straks eerst met een bijbootje naar Grauw, om de boel op de post te brengen. Want er was eentje, was voor een cadeautje, voor iemand die donderdag jarig is. Dus dat moet er morgen. Nou, ik hoop dat het op tijd overkomt, hè, ben je nou met de feestdagenpost zit. Dus
Maar wij doen ons best. We brengen het er straks even heen. Eventjes naar Groof, zo op de woensdagochtend. Het is nog woensdag? Ja. Even de sokken wegbrengen. Gea heeft ze daar al ingepakt liggen. En als je goed kijkt, zie je de toren van de kerk, van de Sint-Pieterkerk al voor je. Een kleine drie kwartier varen met de elektromotor. En we varen nu 5,6 of zo kilometer per uur. Nou, zo kun je boodschapjes doen, hè, met bij het bootje. Hoef je niet met de houseboot overal heen. Je kunt mooi blijven liggen op je plekje en dan eventjes boodschapje doen. En als straks zonnetje schijnt, kunnen we de accu weer opladen. Wat een prachtig plekje dit. Ik vind het echt mooi. En van bovenaf helemaal. Ik ben net even met het drootje erboven gegaan. Eventjes laten zien hoe het eruit ziet hier. Mooi hè? Je kunt gewoon helemaal om de dingen heen wandelen. Hè? Om het eiland heen, zeg maar. Helemaal het wandelpad. Ja, dit is wel een plekje waar we wel vaker zullen komen, denk ik. Dat denk ik wel. Ik ben even de console, als ik het zo mag noemen, even aan het maken hier. Kijk, deze komt hier op. Even kijken. Altijd zo. Zo. Dit komt hier op. En dan is het zeg maar een soort afdakje. Ja. Ik moet het nog allemaal een beetje afwerken. Hier, dit moet nog helemaal afgerond worden met de bovenvrees. Hier ook. En ik denk dat ik dit ook een beetje ronder maak allemaal. Het is een beetje haaks in de hoog. Dus dan ga ik nog veranderen. Maar als ik die bediening hierop heb, voor de motor, en de achteruitrij- of vaarcamera, dan wordt alles nat als het regent. Wil. Dus ik denk dat moet dat eventjes een beetje beschermd worden. Zo. Onze kinderen die gaan er hier weer een mooi hoesje overheen maken. Dat voor de dag, zeg maar, hè, als we niet varen, hè, dat ik het dan helemaal ga afdekken. Ik zet de zaag erin. Het is donderdag en ik ga bezig met de motorstoel. Kijk nou eens wat een prachtig weer het is. Het is windstil, echt windkracht nul. Het water is als spiegel. Heerlijk. En we zijn nog steeds op het meer. Ja, ik weet niet eens precies hoe het hier heet, maar het is een hartstikke mooi plekje hier op het eilandje. En we gaan straks de boot omdraaien, want de wind gaat vanaf 12 uur vanmiddag komt hij vanaf die kant. En we moeten natuurlijk de wind niet vol in de gijzen hebben, maar aan de voorkant van de boot. Dus 12 uur gaan we hem omdraaien. Maar ik ga eerst even hier wat afzagen. Hier zo, vanaf dit zo, hup, dit weg. Dan gaat die motorstoel eraf en dan gaat die motorstoel in het midden en dan ook iets lager. En dan komt de Torquido op deze motorstoel straks. Eerst maar eens even dit wegzagen. De motorstoel is eraf. Die beugels er nog even af en dan kan ik hem daar neerzetten. Maar ik zat te denken, ik wou hem eigenlijk precies in het midden doen.
Maar de motor hangt eigenlijk net wat te hoog. Hè? Hij zegt net niet laag genoeg. En toen dacht ik, als ik hem nog heel iets uit het midden zet, dus gewoon tussen deze twee in. Ja, dus dan gaat hij van daar naar daar. Dat is toch een heel verschil natuurlijk. Hè? Dus als zo normaal 30 centimeter op zijn, gaat hij een heel klein stukje die kant op. Ik probeer het gewoon, kijken of dat een verbetering is. De motorstoel zit op zijn plek. Ik heb de kabel veranderd. En weet je wat, ik had een stuk kabel gekocht. Ik denk, dat moet ik helemaal veranderen. Maar ik kon hem gewoon zo andersom zetten. Dus die zat eerst daar en dan ik zat daar. Dus dat was een appeltje eitje. Maar ik heb de motor er nog niet achter gedaan. We gaan namelijk morgen dan gaan we een stukje varen. Een stukje die kant op naar een ander eilandje. En dan gaan we het even testen. Ik heb ook nog niet die anti-cavitatieplaat erop gemaakt. Van hout, hè. We mogen even zelf maken eerst. Maar dan weet je niet waar het er ligt als het keer goed gaat. Hè? Is het nou de verplaatsing van de plek voor de motor op die plaat? Dus dat gaan we later doen. Eerst eens even de proefvaren morgen. Zoals die nou is. Kijk op de pomp. We varen weer. Zonder de Torquido. Vraag niet hoe. Kijk, zo varen we. Torquido doet het alweer niet. Van alles geprobeerd. We zijn de hele ochtend al bezig. Maar we moeten zien dat we alvast aan land komen. Dus bij de eiland weg. Dus we doen het op deze manier. Met deze twee motoren. Ja. Het gaat wel heel langzaam. Als we hier blijven liggen, kan niemand bij ons komen. En wij kunnen nergens heen om nieuwe onderdelen te halen. Ik ga alleen een beetje geven. Zo varen wij. We moeten recht, maar... Kijken we of we bij het vaste land komen. Maar die hadden geen waaien, hè? Nee. Nou, wij hadden dat hier natuurlijk. Hè. We zitten een beetje in de luwte van het eiland. Ja, het was nou geloof ik windkracht 2 en hij zou naar 3 zijn, hè, vanmiddag. Ja. Als we hier maar uit zijn, dat andere is wat groter, dan lijkt het niet zo raar, dat schip van. Ja. Nou, we zijn weer op de terugweg, want we komen er niet tegenin, Herman. Er gaat niet tegenin. Het gaat heel langzaam, misschien een half kilometer per uur of zo. Dus dan gaan we nooit halen met de stroom voor de accu's. Ja, dan gaan we maar weer terug en dan leggen we hem daar andersom. Oh, kijk nog hoe het... met de torque hier door het praat kunt krijgen. Ja. We liggen weer op onze plek, alleen dan andersom. Want van deze kant komt de wind. En dan hebben we het liefst aan de voorkant, hè, dat de geisje niet uitwaait. Maar... Wat wil nou het toeval? Onze zoon, die heeft even een bootje geregeld met 30 pk motor erachter. Die ligt hier in Grauw en die komt straks ons sleepje geven naar Grauw. Dus dan liggen we weer in de bewoonde wereld. Vandaar dat kunnen we dan de boel wegbrengen. Maar moet even die hendel die moet even doorgemeten worden, dus die moet eventjes naar Leeuwarden. Het lijkt net of dat bootje ons wil inhalen, maar dat is onze sleep. We hebben het eerst geprobeerd aan de voorkant, maar dat gaat niet zo heel mooi. Dit gaat mooi zo. En we zijn bijna in Grauw, zie je dat? Recht voor ons. We liggen weer in de haven, de hellingshaven van Grauw. Op zich een hartstikke mooi plekje. En toen kwam er een keer Josephine eraf aan. Dus het uitzicht is weg, aan die kant. Maar goed, het is wel een mooi schip om te zien, hè? Dat is een grap. Nou, dat was mooi even vervelend, hè? Dat hij weer niet doet, de Torquido. Dus de kinderen die hebben me weggebracht naar Marines. Gistermiddag. En dan gaat hij dinsdag naar Heeg, naar de stille motor. Dat is namelijk de importeur. En dan gaan ze hem daar testen. En dan kijken wat er mee is. Ja, voor zonder geld testen ze hem daar goed. Dat moet volgens mij de hele motor erin, de kabels, dan doen gewoon alles terug en dan moeten ze maar uitzoeken. Kijk, dat ze maar de praat krijgen. En ja, dan mis ik inderdaad de Suzuki benzinemotor. Maar dan hebben we gewoon kunnen varen. Maar, wat wil nou een toeval? Een hele goede kennis, een vriend van onze zoon, die heeft een 5 pk is volgens mij, dus wel een beetje aan de lichte kant, maar moet in principe wel kunnen als het windkracht 2 is. Een Mercury motor.
En die krijgen we waarschijnlijk donderdag. Woensdagavond gaan ze daarheen. Dus dan hebben we toch weer een andere motor. Even kijken hoe dat vaart. Maar ja, dat zie je niet in deze weekvlog natuurlijk, hè. Want het is dan wel weer zaterdag. Dus dat zie je dan in de volgende weekvlog. Bedankt voor het kijken naar deze. En tot volgende week.